Een deel van het personeel van Huize Asiana voert actie vanwege problemen rond het uitblijven van achterstallige uitbetalingen. In gesprek met het NIE vertelt minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, waar dit te huis onder valt, meer over deze materie en welke oplossingsmodellen het ministerie heeft. Eén, het personeel van Asiana is niet in staking. Er zijn 23 mensen die van mening zijn dat ze moeten staken. In 1992 is er een missieve geslagen waarbij een aantal zaken zijn vastgelegd die betrekking hebben specifiek op Huize Asiana. En ik dacht, vorig jaar hebben we al een probleem gehad hieromtrend, omdat in 1992 was de vervoerstoelage voor mensen die onregelmatige diensten draaien gesteld op 32.500 SF. En na overgang van SF naar SRD is dat bedrag dus 32.50 geworden. Al jaren heeft men gevraagd om een correctie. Toen ik kwam op 1 februari 2017 op het ministerie, ben ik geconfronteerd met die situatie. En vorig jaar hebben we uiteindelijk uitbetaald het verschil. We zijn uiteindelijk naar onderhandelingen gekomen op een bedrag van 80 SRD. En het verschil is uitbetaald tussen de 80 SRD en de 32,50 SRD. Maar daarnaast waren er ook nog andere groepen binnen Asiana, de technische dienst, de wasserij, die ook onregelmatige diensten draaien en die helemaal het geld niet kregen. Dat is allemaal rechtgetrokken, ik dacht, ongeveer juni, juli vorig jaar. We hebben toen ook met de bond afgesproken dat we de zaak gaan oppakken. Maar het is niet het ministerie van Sociale Zaken die kan besluiten dat de toelage verhoogd moet worden. Het is een kwestie die moet worden voorgelegd aan het georganiseerd overleg. En dat is een overleg dat valt onder Binnenlandse Zaken. Het overleg heeft toen aangegeven dat we een onderzoek moeten doen binnen Asiana om met voorstellen te komen over de hoogte van de vervoerstoelage. Wetenschappelijk onderzoek en planningen, afdeling van sociale zaken, heeft dat onderzoek gedaan. De zaken zijn op papier gezet en dat is dus opgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar zoals vaker, dit soort overlegstructuren zijn er niet alleen om de kwestie Asiana aan te pakken. En ondertussen is er voor 13 februari een afspraak dat de deskundigen van de zijde van Sociale Zaken en Asiana en de bond bij Asiana in overleg gaan, dus met het georganiseerd overleg, om te komen tot een definitieve bepaling van de vervoerstoelage. Wat natuurlijk niet prettig is, is dat de mensen hebben, de achterstand is uitbetaald, maar in de begroting van 2018 was geen verhoogde toelage opgenomen. Dus nadat de achterstand voor BK's 8 jaar is uitbetaald vorig jaar, hebben de mensen wel sindsdien weer 32,50 ontvangen. En de mensen die moeten worden toegevoegd aan de groep onregelmatige dienstdraaiende, die krijgen dus nu ook geen 32,50. Ik kan niet opstaan een dag en zeggen, en vanaf nu moeten die en die groepen wel de 80 SRD krijgen. Het is gestructureerd via het georganiseerd overleg. De bond van Asiana steunt deze actie dus ook niet, omdat niemand minder dan de bond is op de hoogte van waarmee we bezig zijn. Asiana had geen functiebeschrijvingen in alle 38 jaar dat Asiana bestaat. Ondertussen is
alles in place gebracht het afgelopen jaar. Alle functies zijn beschreven. En het enige wat nog moet gebeuren is dat CSFE, dat is ook een afdeling formatiezaken van binnenlandse zaken, die moet zijn goedkeuring aan hechten, waarna sociale zaken een raadsvoorstel gaat maken, wat goedgekeurd wordt. En dan heb je dus officiële functiebeschrijvingen bij Huize Asiana. Wij hebben een beroep gedaan op het Nationaal Leger. En eigenlijk is pas gisteren doorgegeven aan sociale zaken vanuit Asiana wat de echte situatie is. En dat heeft het zeker te maken met de mensen die in de ziekenboeg liggen. Omdat de andere senioren burgers, ik bedoel, die behelpen zichzelf. Maar het probleem ontstond dus op de ziekenboeg. En het Nationaal Leger is gistermiddag ingekomen. Ik moet mijn dank uitbrengen. Ze zijn direct gegaan met verpleegkundigen ook. Ze zijn ook gegaan met een schoonmaakploeg. Vandaag zijn ze daar ook nog met een ploeg die het terrein onderhoudt. Ondanks dat ik zeg, de situatie van het terrein kan nooit het gevolg zijn van 3 dagen staking. Er werken tuinmannen bij Huize Asiana. Maar goed, dat is een aparte situatie. Verder zijn er vanuit de gemeenschap ook verschillende burgers geweest die hun diensten zijn gaan aanbieden. Dus ik doe een beroep op de mensen om, ondanks het feit dat we allemaal begrijpen dat het een moeilijke tijd is, maar om begrip op te brengen, er zeker een reserve in acht te nemen ter aanzien van de senioren burgers daar. In november vorig jaar heeft de directeur van Asiana gevraagd om zijn werkzaamheden daar te beëindigen. Hij is verder gegaan in zijn studie en hij wil zich op een andere manier, op een ander niveau inzetten. En morgen komt er dus een interim manager die tijdelijk de zaak daar gaat overnemen. Zodat we alle rust kunnen uitkijken. Omdat toen hij had gevraagd om per 1 december ontlast te worden van zijn werkzaamheden daar. Ik heb toen een beroep op hem gedaan van kijk, het is niet 1, 2, 3 dat je een geschikt persoon kan vinden. Maar ondertussen begint de tijd te dringen natuurlijk. Dus ga ik een interim manager daar plaatsen, overleg geweest ook daarover met de bond. En die begint dus op 1 februari. Meneer Yabini blijft nog een maand om de persoon in te werken tot op een zeker niveau. En dan zwaait hij definitief af.